Duitsland gaat vanaf volgende week weer grenscontroles invoeren. Iets dat veel impact heeft op inwoners van de grensregio. Ja, kijk, dan komt die grens feitelijk weer terug. Dus je moet je iedere keer bewust zijn, ik ga nu naar het buitenland. Ik kan aangehouden worden, ik moet mijn ID bij me hebben. Je ziet ook dat er heel snel opstoppingen ontstaan. En verder in het nieuws vandaag. Strengere handhaving op plein 44 in Nijmegen na een reeks incidenten. En laatste fase van bouw rond Oude Honigfabriek gaat van start. Vanaf volgende week gaat Duitsland weer grenscontroles invoeren. Hoe deze controles er precies uit gaan zien, is nog onduidelijk. Veel inwoners uit grensgemeenten, zoals gemeente Bergendal, gaan wekelijks, al niet dagelijks, over de grens. Gaan de controles voor problemen zorgen? In de gemeente Bergendal is veel grensoverschrijdend verkeer. Boodschappen doen in Duitsland of voor werk naar Nederland. Veel inwoners gaan regelmatig de grens over. Burgemeester Mark Slinkman is dan ook niet blij met het plan van Duitsland om weer grenscontroles in te voeren. Ja, kijk, dan komt die grens feitelijk weer terug. Dus je moet je iedere keer bewust zijn, ik ga nu naar het buitenland. Ik kan aangehouden worden, ik moet mijn ID bij me hebben. Je ziet ook dat er heel snel opstoppingen ontstaan. En we zien dat bijvoorbeeld bij het voetballen zagen we al heel snel een voetbalfile richting Duitsland ontstaan. Maar ieder jaar weer als er vuurwerk gekocht wordt massaal in Duitsland, dan zie je het ongeveer hier beginnen de file. En die gaat dan door tot aan het Trajanusplein in Nijmegen. Of het echt een realistisch plan is, vraagt Slinkman zich af. De grens met Nederland lijkt hem niet de juiste plek om grenscontroles uit te voeren. De motivatie die men geeft is het stoppen van illegale migratie en het stoppen van moslimterrorisme. Ik heb nog nooit in de krant gelezen dat er islamitische cellen vanuit Nederland Duitsland infiltreren. Als je dan een maatregel wilt nemen, dan zou ik die maatregel nemen daar waar die werkt. En daar waar geen illegale migratie is, maar je wel een grensregio gewoon verstoort, dan is het niet nuttig. Maar wat vinden inwoners van de grensstreek van het plan? Ik ben er niet zo bang voor eigenlijk. Dat werkt niet, denk ik, in deze tijd. Er zijn zoveel grensovergangen. En ja, ze kunnen denk ik nooit alle grenzen controleren. Op zich is het wel goed. Zodat ze wat meer terrorisme kunnen tegenhouden daarin. Als ze dan een keer controleren, dat doen ze trouwens nu ook wel vaker. Dan mag ik eigenlijk meestal doorrijden. Of er echt problemen ontstaan volgende week, dat is nog de vraag. Ik denk alleen dat het wat langer duurt voordat je bij je bestemming bent. Voor mij persoonlijk geen grote problemen. Misschien af en toe lastig. Als je af en toe moet wachten, maar... Verder niet een hele groot probleem. Maar ik verwacht ook niet dat het echt hele grote controles gaan worden. Maar dat de hele grenspot dicht gaat zitten. Want volgens mij kan dat helemaal niet. Ja, dat meer politie overal staat. En meer controles voeren, als normaal. Ja, je kunt er toch wel over als je per se zou willen. Dus, maar Duitsers zijn strenger als Nederlanders, hè? In de maand augustus zijn er maar liefst 5 incidenten geweest op plein 44 in Nijmegen. Groepen jongeren gingen elkaar verschillende keren op het plein te lijf en er was zelfs een steekpartij waarbij gewonden vielen. Voor de burgemeester, politie en het OM is de maat vol. Daarom kondigen zij vandaag strenge maatregelen aan. Wat opvallend is aan de verschillende incidenten is dat het telkens andere personen waren en vaak ook personen buiten Nijmegen. En daarom hebben de burgemeester, de politie en het OM besloten de komende tijd intensiever op te treden tegen het samenscholen van groepen jongeren op plein 44. Wat we doen is dat we een bepaling die we langer hebben, een samenscholingsverbod, actief gaan handhaven. Wat wil dat zeggen? Niet dat je als je met 2 of meer mensen dus in een groep daar bent, dat je wordt weggestuurd. Dus 5 mensen die komen shoppen in de Primark, die worden niet weggestuurd. Maar als je echt een dreigende of gewelddadige uitstralingen hebt, dan heeft de politie de ruimte om tegen zo'n groep mensen te zeggen, jong of oud, maakt natuurlijk niet uit, van hey, wegwezen hier van plein 44. Op die manier hopen we in ieder geval dat de reeks incidenten vanuit augustus worden afgebroken. En het helpt ons, via de politie ook, om nog wat beter te registreren wie er wel bij betrokken is. Want kijk, als er dan toch iemand is die een paar weken later weer terugkeert, kun je met die feiten in de hand wel bijvoorbeeld een gebiedsgerichte maatregel toepassen. Dat wil zeggen dat je ook richting personen kunt zeggen, we willen jou nou hier een aantal maanden niet zien. Als je het wel doet, is er een overtreding waar dan ook strafrechtelijk op wordt ingegeven. De maatregel is vanmiddag direct ingegaan en duidt er dus op dat de politie situaties ter plekke eerder beoordeelt
als strafbaar samenscholen. Dat kan door te zeggen, je mag niet samenscholen als je schijnbaar dit van plan bent of je daarop aanzet of een bepaalde dreiging uitzet die gewoon iets doet voor de sfeer, voor iedereen daar op het plein. En plein 44 is, zoals ik al jaren geleden gezegd heb, niet van de criminelen en de overlastgevers, maar van ons allemaal. Bewoners en ondernemers die in het afgesloten voetgangersgebied in de binnenstad van Nijmegen wonen en werken en nu parkeren op straat met een vergunning, parkeren vanaf 15 september volgend jaar in de parkeergarages in het centrum. Het gaat om de garages Eiermarkt, Marienburg, Plein 44 en Keizer Karel. De ruimte die hierdoor op straat ontstaat, wordt gebruikt voor het inrichten van een verblijfsvriendelijke binnenstad waar plaats is voor groen, wonen, werken, cultuur en het bezoeken van de stad. Voor bezoekers van de stad is er dan wel minder ruimte in de vier parkeergarages, omdat hier dan ondernemers en omwonenden parkeren. De N845 tussen Wijchen en Nederasselt wordt momenteel grondig onder handen genomen. De maximumsnelheid wordt teruggebracht van 100 naar 80 km per uur. Daarvoor worden onder meer het asfalt, de borden en de bewegwijzering vervangen. Het gaat om het deel vanaf de Oude Rijksweg bij Balgooi tot aan de Leurseweg bij Leur. Een andere wijziging is dat op één deel van de weg landbouwverkeer wordt toegelaten en bij het kruispunt met de Van Sittersweg komt de rotonde. De provincie streeft ernaar om de overlast tot een minimum te beperken en daarom wordt er in fases gewerkt. Rond juni volgend jaar moet alles klaar zijn. Binnen nu en 6 weken komt er eindelijk duidelijkheid over het doortrekken van snelweg A15. De Raad van State kondigt aan dat het voor eind oktober een definitief oordeel velt over het omstreden project. Het doortrekken van de A15 is al vele jaren een juridisch steekspel tussen voor- en tegenstanders. Vele tientallen milieu- en bewonersorganisaties willen de aanleg van het stuk snelweg voorkomen. Het plan om de A15 door te trekken van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar zou leiden tot de veel uitstoot van stikstof. Toch liet de Raad van State begin maart weten in grote lijnen positief te staan tegenover het megaproject. Een definitief besluit kon het rechtsorgaan toen echter nog niet nemen. Het gratis popfestival Appelpop vindt aanstaande vrijdag en zaterdag weer plaats op de Waalkade in Tiel. Bezoekers uit de regio worden geadviseerd gebruik te maken van de Kiss & Ride in Wamel. Vanaf daar kan gebruik worden gemaakt van de voetveer dat direct aankomt op het festivalterrein. Met borden is deze Kiss & Ride locatie aangegeven. Appelpop is het grootste gratis popfestival in Nederland en wordt gezien als afsluiter van het festivalseizoen. Dit weekend zijn er onder meer optredens van Direct, Rondé, De Jeugd van Tegenwoordig, Roxy Dekker en Vrouwtje. De bouw van de laatste woningen aan het Waalfront gaat binnenkort van start. Gemeente Nijmegen en ontwikkelaars BPD en Lingotto hebben een contract ondertekend voor de bouw van ruim 400 woningen. Hiermee gaat het project rondom de Nieuwe Honig de laatste fase in. De bouw van de laatste woningen gaat pas in 2026 van start, maar de ondertekening van het contract betekent wel de laatste fase van een lang en groot project. Over 5 jaar moet het Waalfront helemaal klaar zijn. Een plek waar wonen en cultuur samenkomen. Hier komt de laatste fase van deze hele gebiedsontwikkeling van ruim 2000 woningen. In deze laatste fase zijn 440 woningen die hier komen, maar ook heel veel voorzieningen zoals een hotel, werkplekken, restaurantjes en dergelijke. Al sinds 2007 werken we hier aan het Waalfront. Dat heeft uiteindelijk best lang geduurd door allerlei redenen. Dus we zijn blij dat we nu in de laatste fase gaan. Zodat hier over een aantal jaren toch een flink aantal mensen een woning kunnen zoeken die bij hun levensstijl past. Het feit dat je nu aan de Waal kan wonen met alles wat hier gebeurt in het Waalkwartier. Dus ook met Iris die al van start is gegaan. Maar wat met deze 3-4 extra blokken die erbij komen. Heb je een unieke locatie aan de Waal. En die voorzieningen die daarbij komen zijn gewoon de kerst op de taart. Het gaat om 440 duurzame woningen voor verschillende doelgroepen. Heel divers programma. Er zitten heel veel sociale huur in, ongeveer 100. Waarvan 40 zorgwoningen. Maar er zullen ook 30 of 80 middendure huurwoningen bijkomen die dan naar het woningfonds van BPD zelf gaan. En voor de rest een heel divers programma aan koopwoningen. Beginnend bij rond de 3 ton en oplopend naar duurdere woningen. Het is een project dat in totaal zo'n 20 jaar duurt. De laatste fase is dan ook een feestelijk moment voor de betrokken partijen.
Uiteindelijk moet het een droomwoonplek worden met een unieke combinatie tussen nieuwbouw en oude industrie. Oorspronkelijk was het idee om alle gebouwen die er stonden, om die te slopen en om daar woningen te bouwen. Nou, in de loop van de tijd zijn we daar toch anders over gaan denken. En we hebben toch waardering gekregen voor dat industrieel erfgoed, dat ook heel belangrijk is voor de geschiedenis van Nijmegen. Het wordt een hele krachtvolle wijk, want de bestaande honing blijft natuurlijk behouden. Dat geeft natuurlijk zo meteen heel veel karakter aan het plan. Ook de oriëntatie op het water is natuurlijk heel bijzonder. Dus het wordt een heel gevarieerd mix van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw. Daar komen restaurants, een hotel, een culturele broedplaats. En daarmee maak je eigenlijk een heel mooi stukje stad. Leerlingen van verschillende basisscholen in Nijmegen gaan deze week even helemaal terug naar de middeleeuwen. Gebroeders van Limburg Junior organiseert een samenwerking met Museum de Bastij, Valkhof Museum en Kasteel Doorneburg voor de 7e keer de scholendagen. En dit is allemaal te doen rondom het Valkhofpark. We krijgen allerlei verschillende workshops. En die gaan tekenen, schilderen, kalligraferen, middeleeuws vechten, muziek maken. Nou, leukste week van het jaar. En dat is wel even anders dan een dagje in de schoolbanken. We gaan hier in de stad van Nijmegen zwaard vechten. Met schilden en stokken, niet met echte zwaarden. Want ja, als je die in je lichaam krijgt, dan 112 bellen. We hebben een beetje rondgelopen en we gingen kijken waar de kanonnen werden geschoten en zo. Je gaat eerst de kanon schoonmaken. De restjes van het stofje. En daarna, ja, dan moet je dus zo'n soort van poeder in doen. En daarna moet je met een soort van vuurachtig, moet je dat zo afvuren. Vandaag leren we ook meer over de geschiedenis van de gebroeders van Limburg. Maar wie zijn dit eigenlijk? De gebroeders zijn oude schilders en die hebben gewerkt voor de koningin van Frankrijk vroeger. Zijn de eerste schilders die wij van werk en naam kennen in Nederland. En die komen hier gewoon uit Nijmegen, uit de Burgstraat. Dus dat is natuurlijk een prachtig verhaal waar wij heel graag ook de Nijmeegse kinderen mee wakker schudden. Van, weet je, geschiedenis is hartstikke leuk en moet je zien wat een prachtig verhaal wij hier in Nijmegen hebben. Nijmegen is een bijzondere stad. Hè? We staan hier natuurlijk op het Valkhof. Dit is de navel van Nederland. En of de kinderen ook in diezelfde tijd hadden willen leven? Daar hebben zij nog wat vraagtekens bij. Ja, dat weet ik meer niet. Maar hier zijn er wel echt leukere dingen dan nu. Want nu zijn er ook echt computers uitgevonden, telefoons. En nu zit ik daar best wel vaak op. Maar vroeger hadden ze die nog niet. Soms gebeurden er wel heel veel andere dingen die eigenlijk ik niet wil beleven. Want nu gebeuren er niet zoveel dingen in Nederland. Dat er bijna eigenlijk gewoon... Het is best wel een rustig landje gewoon eigenlijk. En het overdragen van deze geschiedenis, daar blijft de organisatie zich voor inzetten. Ja, wat wij natuurlijk hopen is dat we een zaadje planten. Hè, en dat dat ergens toch blijft hangen bij die kinderen. Dat Nijmegen een bijzondere stad is, met een bijzonder verleden. En dat geschiedenis hartstikke leuk is. En dat het de moeite waard is om je daarin te verdiepen. De korte broek kan terug de kast in en de jas en paraplu's kun je het beste paraat houden. Wat betreft het weer is de herfst nu wel echt begonnen. Afgelopen middag trokken al geregeld buien over de regio en morgen zal het alleen maar meer worden. Er valt gedurende de woensdag veel regen en het wordt ook niet warmer dan een graad of 15. Lekker binnen blijven dus. Ook de dagen erna blijft het nat en fris. Het kwik blijft rond de 15 graden steken en er vallen geregeld buien. Vrijdag neemt de hoeveelheid buien wel iets af, maar de paraplu kun je voorlopig maar beter in de aanslag houden. En dit was het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 10 september. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook even op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en TikTok. Graag tot morgen!